Ik sta voor het café. Ik heb hier afgesproken met vrienden. Ik trek de deur open. En ik zie mijn vrienden staan. Alleen de radio staat heel hard. De tv staat aan, een voetbalwedstrijd is er. En er zijn heel veel mensen die allemaal door elkaar heen praten. Ik loop rustig naar de mensen toe waar ik heb mee afgesproken. En ze zeggen iets tegen me, alleen ik kan het niet goed verstaan. Gelukkig kan ik liplezen en ik zie dat ze vragen aan me wat ik wil drinken. Ik denk na. En door eigenlijk al die chaos kan ik niet goed nadenken. En ik hoor achter, verop, hoor ik iemand zeggen cola. En zonder dat ik erbij nadenk, zeg ik cola. Kinderen met TOS die hebben in principe een normale intelligentie en ze kunnen ook goed horen, maar ze leren laat praten. En als ze opgroeien hebben ze moeite om de relaties tussen klanken, woorden en woordrelaties ook te onthouden. En ze hebben ook moeite om zich grammaticale regels eigen te maken. En die problemen in het begrijpen en uiten van taal, die duren voort tot in de volwassenheid. En Dorothy Bishop was een van de eerste die TOS definieerde als een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis van de taalverwerving. Een stoornis dus van de vroege hersenontwikkeling die zich met name uit in de taalvermogens. En er zijn bij kinderen met TOS ook afwijkingen gevonden, structureel en functioneel, in het gebied van Wernicke en het gebied van Broca. En dat zijn hersengebieden die betrokken zijn bij het uiten en het produceren, maar ook het begrijpen van taal. En heel interessant is dat kinderen met TOS, of dat er bij kinderen met TOS ook afwijkingen zijn gevonden in de caudate nucleus. En dat is een hersengebied dat niet direct betrokken is bij taal, maar wel bij emotieverwerking, bij executieve functies en bij de motorische functies. En deze bevindingen op hersenniveau die passen heel goed bij de observatie dat taalstoornissen vaak niet alleen komen. En de wetenschap die beschrijft een kleurenpalet aan stoornissen, problemen en beperkingen op cognitief niveau en op gedragsniveau. En we weten dat dat palet eigenlijk de hele ontwikkeling van kinderen met TOS beïnvloedt. En dat maakt dat label TOS verwijst naar een hele heterogene groep kinderen met multidimensionele problematiek. Mijn naam is Marielle Vermeulen en ik heb een taalontwikkelingsstoornis. Vroeger toen ik op school zat, vond ik het heel erg lastig om met mensen in contact te komen. Ik vond het lastig om mensen in gesprek te gaan. En wat ik vooral heel erg lastig vond, is dat ik tijd nodig heb om iets te kunnen zeggen. En ik merkte dat de tijd er niet was. Wat heel erg vervelend was tijdens school, is dat ik lastig uit mijn woorden kwam. En dat mijn taal niet vanzelfsprekend is. En dat merkte ik vooral. Wat ik nodig had, is iemand die in mij ging geloven en die had ik, mijn oma. Mijn oma die had geduld voor me en die kon, die geloofde in me dat ik het kon. En doordat ze in mij ging geloven, kan ik me goed uiten. Ik heb namelijk de bevestiging van buitenaf nodig dat ik goed genoeg overkom. Want als ik goed genoeg overkom naar jou en dat je tijd heb om naar me te luisteren, dan heb ik heel veel te vertellen. En oma deed dat. Oma zorgde ervoor, voor dat enige vertrouwen in mij en bevestigen dat ik wel goed overkwam. En doordat mijn oma die bevestiging geeft aan me, geeft ze me steeds veel meer zelfvertrouwen. En door die zelfvertrouwen sta ik nu hier, mijn verhaal te vertellen. Dat taal namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Mijn oma geloofde in mij. En
dat had ik nodig om hier te staan. Niet alleen hier, maar ook buiten. Want om deze talige wereld in te stappen, heb ik namelijk wel een bevestiging nodig van jou. Kom ik wel goed genoeg over? Ben ik wel duidelijk? Spreek ik wel duidelijk? Door mijn tools heb ik die bevestiging nodig. Ik heb 3 tips voor jullie. Om juist, zoals iemand zoals ik, die tools heb, wat je niet kan zien aan de buitenkant, maar wat wel heel veel speelt van binnenuit. Als je tegen me praat, kijk me aan. Kijk me aan. Want dan weet ik dat je tegenover mij praat. En als je iets wilt vertellen tegen me, praat dan kort en krachtig. Want dan komt het tenminste bij mij over dat je het tegen mij hebt. En vooral het allerbelangrijkste vind ik, is dat als ik praat en ik kom even niet duidelijk uit mijn woorden, dat je dan naar me kan luisteren, maar vooral met geduld. En ik heb een extra tip, hoort er eigenlijk bij. En dat is eigenlijk dat je dan in je hoofd hebt van 1 olifant, 2 olifant en 3 olifant. Want als je telt in je hoofd, dan geef je mij genoeg tijd om duidelijk uit mijn woorden te komen. Ik hoop dat doordat ik hier sta en mijn verhaal met jou kan delen, dat taal niet meer vanzelfsprekend is. Want voor mij geldt dat en ik hoop doordat ik hier mijn verhaal met jullie deel, ook voor jullie. Dank je wel. Yes! Oké, ik ben echt heel erg blij.